Goedemiddag, mijn naam is Thomas en ik zal samen met u de cijfers van 2019 van Smart en Smart Coöperatie overlopen. Mijn collega-bestuurder Marielle Demilly zal dat doen voor de Franstalige geïnteresseerden. Een aantal kleine commentaren vooraf. Het is zo dat we sinds een aantal jaar bezig zijn met de professionalisering van ons financieel departement. Er is nieuw personeel ingepast. En er zijn ook een aantal externe consultants aangeworven. En 2019 is eigenlijk het eerste resultaat van deze herstructurering. Er is ook een nieuwe auditor aangesteld, een nieuwe revisor, die wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. En dit alles zorgt ervoor dat we uiteraard hier in 2019 een eerste resultaat zien van deze herstructureringen en een professionelere resultaat of een professionelere rapportage ook kunnen voorleggen van de cijfers. Nog een opmerking ook vanuit de Raad van Bestuur. Er is een economisch comité opgericht. Marielle Demilly, Marie-Françoise Bérix en ikzelf zullen in dat economisch comité zitten, met als doel eigenlijk om in dialoog te gaan met onze financiële dienst. Cijfers van 2019. Als we beginnen met de omzet, dan zien we dat daar een stijging is, net als de voorbije jaren. Er is wel een lichtere stijging in de omzet. De omzetstijging zit vooral in de contracten toe dit jaar en niet meer in de activiteiten toe. Dus dat is een opmerkelijk verschil vergeleken met vorige jaren. En het zal onder andere aan het economisch comité zijn van de Raad van Bestuur om zich daarover te buigen om te zien wat dat het belang daarvan is of wat dat de gevolgen daarvan zijn en dergelijke meer. Aan de uitgavenzijde zien we dat als er dus meer omzet gegenereerd is, zien we dat er ook meer omzet gebruikt is of meer van dat geld gebruikt is om uitgaven te doen, lonen en onkosten terug te betalen. We zien dat de terugbetaling van de onkosten iets sterker gestegen is dan de uitbetaling van de lonen. En we zien ook, en dat is opvallend, dat er minder geld opgepot is of opgespaard is in het budget van de activiteit. Er is dus meer geld gebruikt eigenlijk van de gegenereerde omzet om lonen en onkosten uit te betalen. De kosten van de structuur zijn ook gestegen. Dat heeft te maken met het feit dat er sterk geïnvesteerd is in de uitbouw van de gemutualiseerde teams. Dat wil zeggen dat we geïnvesteerd hebben eigenlijk, of de teams versterkt hebben om bijvoorbeeld de economische begeleiding te kunnen uitbouwen. We zien ook dat er een bedrijfsresultaat is dat ongeveer gelijk is met het bedrijfsresultaat uit 2018. Op voorwaarde dat we de uitzonderlijke elementen eruit halen. Dus het bedrijfsresultaat op het eerste zicht is minder goed dan in 2018, ondanks het feit dat het positief blijft. Maar in 2018 waren er een aantal uitzonderlijke elementen in. En als we die eruit halen, dan zien we dat 2019 en 2018 eigenlijk een vrij stabiel of een vrij gelijkaardig resultaat geven. Als we dat dan bekijken in de balans, dan zien we op de actiefzijde een toename van de immateriële vaste activa. Dat heeft te maken bijvoorbeeld met de activering van een interne werk dat we vandaag doen, namelijk het designen van onze diensten, het design de service in het Frans. Dit werk wordt geactiveerd omdat dat een investering op lange termijn is. Ook belangrijk om te vermelden op de balans, op de actiefzijde van de balans, is dat we daar duidelijk zien dat er geïnvesteerd wordt in de andere Europese entiteiten. Het zijn investeringen in de toekomst in landen met groeipotentieel, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Nederland. Daar wordt allemaal in geïnvesteerd. En wat zien we verder nog op de balans, op de actiefzijde van de balans, of wat is er nog opvallend, is dat de handelsvorderingen dalen met 1,4 miljoen. Dat wil zeggen, want dat is een heel belangrijk element in het economisch model van Smart. We zeggen dat er eigenlijk door onze gemeenschappelijke dienstbetalingen, de opvolging van betalingen, dat we zien dat de klanten daar veel sneller betalen. En dat is dus belangrijk, want op die manier kunnen alle vennoten van Smart sneller over hun geld beschikken. De passiefzijde van de balans, daar zien we dat dus, zoals we eerder al zeiden, het kapitaal versterkt is met ongeveer €500.000 dit jaar. Dat is ook belangrijk, niet alleen gewoon omwille van de cijfers zelf, maar een belangrijk element in de verdere financiering van het volledige model van Smart. Als wij aankloppen bij externe financiers, moeten we kunnen aantonen dat ons eigen vermogen ook jaar na jaar groeit. Nog een aantal elementen die elk jaar eigenlijk terugkomen in verband met het opstellen van de resultaatrekening. Het blijft een moeilijke oefening om een cumulatieve balans op te stellen. Er zijn verschillende entiteiten binnen de Smart Groep die aan elkaar factureren. En er wordt dus nog steeds gewerkt aan een verdere professionalisering en transparantie van deze resultaatrekeningen en de balans.
Als we dan heel specifiek kijken naar, naar SmartKoop, dan zien we dat er daar meer en meer mensen worden aangeworven in de SmartCoöperatie. Dat wil zeggen dat zij aangeworven worden voor specifieke projecten ten gunste van de volledige groep. En er is dan een interne facturatie tussen de verschillende entiteiten om die kosten te dekken. Dus SmartKoop heeft enkel als omzetcijfer vandaag heeft enkel en alleen nog maar interne facturaties in de omzet zitten. Je ziet ook dat SmartKoop eigenaar is van Ubiq en dat dus, zoals de voorgaande jaren, de aankoop van dit aandeel jaarlijks wordt verder afgeschreven. Het huidig kapitaal, waar we daarnet naar verwezen, de stijging van 500.000 euro, staat vandaag op 1.600.000. Dat was het voor SmartKoop. En er zijn dan nog een aantal belangrijke gebeurtenissen uiteraard sinds afsluiting van het boekjaar, december 2019. Zoals iedereen weet zitten we nog altijd midden in een gezondheidscrisis. Dat heeft zijn effect niet gemist, ook op de omzetcijfers van de hele SmartGroep. Er is een daling geweest in april van 25% en in maart zelfs van 46%. Het is nog moeilijk om een prognose te maken voor de rest van het jaar, maar we gaan uit van een daling voor het volledige jaar tussen de 17 en de 20%.